Ja, en wat gaat er dan nu gebeuren? Want we gaan alle hulpjes van Gesela allemaal verslaan. Oh, Gesela is hier! Gesela is hier! Yo, Nintendo fans! We zitten weer bij een gevecht met een baas, namelijk Daphne. En Daphne die kent Edge. Welkom bij aflevering 21 alweer van Mario Rabbit Sparks of Hope. We gaan eens even kijken of we Daphne kunnen verslaan. En Daphne zegt, nou Edge, hou je een beetje in. We zijn nog lang niet van elkaar af. Ga je weer wegrennen om jezelf te redden? En mag ik mami dan gebruiken als schietschijf om op te oefenen? Nee, hou je in, Daphne. Daphne zegt, of ga je proberen haar te redden? Dat lukt je natuurlijk niet. En dan is je missie om Gesela te stoppen voorbij. Resultaat, het hele sterrenstelsel leidt. Ja, Edge kent al deze vijanden en die is het gewoon niet mee eens. Die is gewoon niet met Gesela eens. En Daphne die zegt, je kan Gesela sowieso niet verslaan. Ik kan tenminste beloven dat ik na mijn overwinning veel genadiger zal zijn. Dus wat wordt het? Nou, gewoon een dikke battle. En als je dat wil zien, knal de duimpjes omhoog en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan krijg je bijna iedere dag Nintendo video's op YouTube. Daphne is een goede afstandsschutter. Als we op haar afstormen, zijn we de pineut. Oké, dus we hebben sowieso geen Rabbit Mario nodig. Ik heb zo'n idee dat Edge wel een goeie is voor deze battle. Ik bedoel, Edge is ook belangrijk in het verhaal nu opeens. Dus we gaan Edge even aan het team toevoegen. Mario kan nu trouwens vanuit de lucht ook schieten. Oh, dat was ik. En ik heb het gebied even vergroot van de vliegende zwaardcirkel van Edge. Misschien dat het ook wel nuttig is. We gaan gewoon via de zijkant, denk ik. Via een hoge plek. En dan gaan we het proberen. Let's go, Mario. Jij gaat lekker naar boven hier. Edge, jij gaat gezellig mee. En Rabbit Peach, jij gaat rustig op deze knallen. Zo, goed zo. Die gaan we eens even proberen te slopen. Ik weet niet of het lukt, maar we gaan het in ieder geval proberen. Stormzwaard aanzetten. En Mario, jij gaat op hem knallen. Wat ze vlot. En jij gaat ook jouw helderzicht aanzetten. Tegenstanders de beurt. Let's go. Wat gaan jullie doen? Die Goombaatjes die komen op mij afrennen. Oh ja. Nou, dit was eigenlijk wel te voorspellen, ja. Jij gaat... Oh, ja, oh, dat is niet... Dit vind ik niet leuk. Nee, dit vind ik niet leuk. Nee, ik zeg toch dat ik dit niet leuk vind? Dit vind ik echt niet oké zelfs. Wow, zo ver? What? Die kan zo ver schieten. Oké, Rabbit Peach, let's go. Even healen. Top. Maar dit is niet top dat jij echt zo ver kan schieten. Trouwens, ik ga even eerst helpen. Ik ga eerst eens even al die Goombas hier kapot maken. Wat ze vlot. Tackelen die handel. Even hier al die enemies weghalen. Zo, wat ziek idee. Slijmpies. Ja, top. Zo, deze enemies lopen. Hutsakee. Dan gaan Mario en Edge, die gaan eens even op die enemy daar. Dat is best wel een dingetje, want volgens mij ben jij echt heel sterk. Volgens mij duurt het best wel lang voordat ik jou heb verslagen. Let's go. Hopelijk kan ik net deze buis pakken. En dan hier naartoe. En dan sta ik met Edge ook hier. Oké. Nou, we doen er wel een beetje pijn, maar niet zoveel. Misschien dat ik toch Bowser hier moet hebben, jongens. Bowser doet volgens mij meer pijn met zijn aanvallen. Oh, ja, kijk, nu hebben we slijm te pakken. Oh. Ja, dit doet allemaal best wel veel pijn. Ik zou Rabbit Peach in ieder geval even laten springen zo. Oh, nee, dan krijg ik weer geen healing. Nou heb ik weer net misgesprongen. Dat is wel irritant, hoor, jongens. Dan springt hij net niet op een vakje en zo. Ik doe te weinig damage met deze heroes. Maar Kong kan natuurlijk weer helpen. En Kong, die doet wel pijn. Oh nee, laat ik er nou wegvliegen. Ja, nu kan ik er niet meer raken. Ja, lekker handig. Oh my gosh. Ik doe volgens mij zo'n beetje alles fout wat ik fout kan doen in deze battle. Let's go, double zapper. Nou, misschien gaat het toch wel lukken gewoon. Laat ik in ieder geval even healen met Rabbit Peach voordat we straks weer een hele nieuwe fase ingaan. Kijk, we kunnen er nu slopen. Daphne is in ieder geval in fase 1 kapot. Want er gaan ongetwijfeld nog meer fases komen. Dit is het nog niet, jongens. Dat kan ik me niet voorstellen. We krijgen een zonsverduistering. Oh jee. Het is wel heel erg donker nu. Oh, kijk. Oké, de zon komt weer terug. Heel goed. Er zijn allemaal nieuwe vijanden nu. Oh, van die vervelende konijnen. Die kunnen niet tegen bevriezing. En dat heb ik nou precies niet bij me. Ja, ze zijn ook weer van deze beesten. Van die wolfies. Die kunnen niet tegen brand. Heb ik ook niet zoveel van bij me. En zij staat hierboven. Deze wordt lastig. Deze wordt heel lastig. Dat weet ik nu al. Laten we deze vijandjes eens even tackelen. En kijken wat er allemaal gebeurt. Ik kan Kong roepen, maar dan raak ik maar één vijand. Dus dat is niet echt heel top. Maar we kunnen wel heel erg ons best doen om haar gewoon op deze manier kapot te maken. Kritieke treffers. En die is weg. Nice. Dan is Mario de volgende die gaat. En met Mario gaan we ook alvast even flink door. Beetje deze kant op. Kan ik helaas niet tackelen. Maar ik kan wel schokmeteorieten laten regenen. Niet dat zij daar heel gevoelig voor zijn, maar maakt niet uit. We raken ze wel allebei en dat was gewoon de bedoeling. Dan wil ik die aan deze kant kapot maken. En dat lukt niet. Dus dat is een probleem. Dan moeten we dat maar met Rabbit Peach gaan doen. Die moet daar dan maar voor zorgen. Deze moet weg. Dat is het belangrijkste. En ik ga alle helden nu gewoon even beschermen. Zodat we wat minder damage gaan pakken. De tegenstanders krijgen nu de beurt. Oh, daar staat ook een... Ik had die helemaal niet gezien, die vos. Die vos, die had ik gewoon niet gezien. Ja, deze wel. Daar had ik rekening mee gehouden.
Oké. Die gaat ook springen, die raakt niemand. Deze gaat ook springen, die raakt ook niemand. Die raakt wel veel. Ik kan nu ook gewoon niet bewegen, jongens. Ik zou nu wel twee enemies kunnen raken. Dat dan weer wel. En ik ga hier proberen om deze vork uit te schakelen. Dat lukt net niet, echt. Nou, dan gaan we maar de windvlaag erachteraan doen. Dan weet ik zeker dat die kapot gaat. Die is wel resistent, maar dat maakt niet uit. Rabbit Peach kan gaan schieten. Dan zouden we voor een vos kunnen gaan om deze proberen te slopen. Overleeft het vrij goed. Gaat denk ik toch maar healen, deze bird. Anders gaat Mario het misschien niet overleven. En dan met Edge ga ik nog wat poison gooien. Zodat deze stomme varkensrabbit het ook niet overleeft. Kijk, dat dacht ik al. Ja, er wordt nu flink geschoten. En deze gaat denk ik wel aanvallen. Oef. Wow, zo ver. Nee, niet op Mario. Waar is Edge gebleven? Helemaal hier achterin. Ik denk dat het belangrijk is dat we die gaan uitschakelen. Die vos daarboven. Deze gaan we even lekker tackelen met z'n allen. Misschien tackelen we die wel kapot zelfs. Nee, want ik kan net niet... kan er net niet bij met Edge. Dat is jammer. Ik ga wel een teamsprong maken met Rabbit Peach, zodat we... even Mario ook gaan healen. Ja, met Mario ga ik gewoon daar naar boven. Sowieso. Gaan we hierop. Gaan we hier naartoe. Mario mag nu even niet geraakt worden. Anders is Mario kapot. Dus dit vosje gaat gesloopt worden. Oh, maar Rabbit Peach staat hier helemaal niet goed. Ik denk dat Rabbit Peach doodgaat door die vos. Kan je jezelf beschermen, Rabbit Peach? We gaan gewoon een paddenstoeltje nemen met Rabbit Peach. Dat hebben we even nodig. Oké, de tegenstanders krijgen de bird. Let's go. Dit vosje leeft nog steeds. Daphne gaat op... ja, die gaat ons niet raken. Lekker. Oh, nee. Oh, gelukkig. Gelukkig is er weer zo'n gek varkens... varkensrabbit. Tackelen. Is er iemand die mij hier kan helpen, alstublieft? Op zich kunnen we nu wel allemaal lekker naar de overkant toe. Let's go, Edge. Let's go. Zweef, 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 zweef. Niet in de meuk vallen. Heel goed. Tackle. Gaan we met Rabbit Peach door? Ja, nice. Kunnen we ook tackelen? Die kan zelfs nog twee keer tackelen. Dus ja, dit begint erop te lijken, jongens. Teamsprongetje. Dat we met z'n allen hier zijn. Ja, nice. We moeten uiteindelijk wel naar boven, zo te zien. Oké, Edge, jij gaat hem uitschakelen. Heel goed. Mario kan nog springen, dus die kan hier naar boven. Die kan strakjes de enemy gaan raken. Ja. Ja, ja. Wij gaan hier staan met Mario. Pew, pew, pew. Lekker. Ja, en Mario, jij mag ook wel even een paddenstoeltje, hoor. Want, anders gaat het niet goed komen. Kijk, en Peach, Rabbit Peach, kan natuurlijk ook gewoon even Daphne raken vanaf hier. Met de super vette raketten. Ja, zij is gewoon echt heel goed. Zij is echt heel goed, Rabbit Peach. Kom maar, jongens. Wat gaan jullie allemaal doen? Jullie staan allemaal hartstikke ver weg. Jij gaat... Oké, jij gaat Edge nu één keer raken. Maar ja, als het daarbij blijft, helemaal goed. Want wij kunnen nu ook met z'n allen naar boven. Lekker! Het is wel zo dat ze echt elke keer die blokjes weghaal, hè? Dat is echt vervelend. Sta je lekker safe achter zo'n blokje en dan komt die baas en die zegt... nou, helemaal niet. Helemaal niet. Ik ga dat blokje weghalen. Ja, dit gaat goed komen, jongens. Hoppakee, raketjes erbovenop. Edge, hoppakee. Zwaard erbovenop. En dan kan Mario ook deze Daphne even kapot gaan maken. Lekker. Oké. Wat heb je daarom te zeggen, Daphne? Oh, je gaat nog een fase doen? Je gaat nog moeilijker doen? Wat haal je nu dan weer uit? Wat gaat er nu gebeuren? Je staat weer boven op je torentje met allemaal nieuwe vijanden. Ja, dit ziet er wel moeilijk uit. Holy moly, kijk hoe ver weg we zijn. Echt? Hoe moeten we dit doen? Deze wordt lastig. Hier hebben we medimagiërs. Die willen het liefst afstand bewaren. En ze willen hun bondgenoten genezen. Dus deze, die gaan proberen om Daphne te healen. Dan hebben we de verwoesters weer met superveel HP. Zijn hier ook nog vosjes? Ja. Storters met dubbelschoten. Kunnen niet tegen brand. Dus dan moeten we op die kisten schieten die ernaast staan. Oké, we hebben bommen. Daar moeten we gebruik van maken, jongens. Die bommen moeten we op die storters gooien, denk ik. Ah, maar dat redt hij niet. Oké, lastig. Ik begin trouwens echt helemaal verkeerd nu, zie ik. Ja, dit gaat wel lastig worden. Dit gaat een dingetje worden, hoor. Let's go! Oké. Hij is in ieder geval lekker ver weg. Maar hij gaat nog lang niet kapot. Dat weet ik wel. Oké, met Rabbit Peach moet ik wel even deze bom uit de weg halen. En dan gooi ik die bom daar ook wel even op. Zo, top. Wie gaan wij dan schieten? De enige die ik kan schieten is deze enemy. Geen goed begin. Laat ik iedereen maar even beschermen. Ik denk dat we de bescherming hard nodig hebben van deze Spark. Ik ga wel even de bewegingsshizzle aanzetten. En we gaan op die verste vijand schieten nog met Mario. Want met Mario kon ik blijkbaar ook nog schieten. Nou, wat gaan jullie allemaal doen? Deze ga
ik in ieder geval slopen. Dat is top. Deze hebben we een probleem mee, want ja, dat dacht ik al. Die ging zingen. Ja, dat is heel naar. En dan gaan we waarschijnlijk ook buiten het gebied vallen. Nee, dat niet. Gelukkig heb ik wel de schildjes aangezet. Anders was dit al gelijk een hele zware beurt geweest. Oh my gosh, jij gaat mij van overal raken. Echt. Eén ding wat ik sowieso moet doen nu, is healen. Dit hebben we heel hard nodig. Eigenlijk wil ik deze gewoon laten voor wat hij is. En ik wil door. Ik wil namelijk daar naar boven, naar die vos. En dan wil ik via die kant naar boven. Dus we gaan eens even kijken of dat lukt. Wij gaan deze proberen kapot te schieten. Let's go, Mario. Stampsprong erbovenop. Dat is te vlot. En Edge, jij gaat ook naar boven. Gaan we deze eens even heerlijk kapot maken. Wegwezen met jouw vossenhoofd. Doei. Mazzel. Nou ben ik dus alleen benieuwd naar Daphne. Want Daphne, die is echt heel gevaarlijk hoor, jongens. Die kan ons dus echt vanaf overal raken. En jij? Jij kan Edge ook raken vanaf daar. Oh, en daar is nog zo'n gekke voswolf. Wat gaat Daphne doen? Daphne gaat missen. Yes, we stonden op een goede plek. Oké, Rabbit Peach. Kom er maar bij. Lekker. Nu moeten we ons rustig focussen op deze vijand. Ik zie daar sowieso een slijmton staan. Als we die raken, dan doen we hem best wel veel damage, zo te zien. Moeten we ook even zorgen dat het vosje ons niet raakt. Dus dan gaan we maar eventjes hier schuilen, denk ik. Dan zet ik het helder zicht aan. Dan gaan we hem schieten. Ik denk dat hij nu al kapot is, hoor. Kom je naar me toe? Even kijken hoor, waar zal ik met Edge gaan staan? We kunnen al naar boven met Edge. Maar dan wordt hij waarschijnlijk geraakt door dit vosje. Hier is nog een vosje, daar moeten we ook voor uitkijken. Ik denk dat ik prima sta hier zo. Ik denk dat dit helemaal goed is. Als ik nou hier sta, dan kan Daphne mij ook niet raken. Dan hebben we deze in ieder geval ook verslagen. We doen dit even rustig aan. We proberen dit een beetje tactisch te doen. Kijk, hier hebben we niet zoveel last van deze gast. En die vosjes op zich ook niet. Die kunnen mij ook niet echt raken, denk ik. Of ga je mij vanaf daar kunnen raken? Nee, ook niet. En Daphne? Daphne raakt me ook niet. Lekker. Oké, let's go. We gaan een etage naar boven. Go, 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 go. Ja, nu kan ik naast de muur staan. Dat is wat ik wil. En we moeten ons nu focussen op deze vijand hier achterin. Top. Oké. Met Mario en Edge gaan we dan naar boven. En dan gaan we dit zo doen. Op deze manier stampen. En hier landen. Dan gaan we tackelen. Kan ik nog een keer tackelen? Nee. Maakt niet uit. Dan gaan we weer hier naartoe springen. Zo. En dan gaan we dit vosje kapot schieten. Lekker. We kunnen ook het andere vosje nu raken vanaf hier met Edge. Hop, ze vlots. Ik vind het wel spannend hoor, dit. Want deze battle duurt super lang. Dus ik wil dit ook goed doen. Nu wordt Edge denk ik wel geraakt. Omdat het andere vosje, ja, die haalde natuurlijk dat blokje weg. Dan ga ik nu wel even lekker healen met Rabbit Peach. Zo, dan is iedereen weer zo goed als vol. En dan gaan we weer een etage naar boven. Rustig aan, rustig aan. We kunnen nog een etage naar boven hier. Ik denk dat het op zich ook wel slim is. Gaan we gewoon met z'n allen hier naar boven. Moeten we wel goed achter de blokjes blijven staan. En hopen dat we die vos ook kunnen slopen vanaf hier. Want dat is nog een beetje de vraag. Ja, die vos kunnen we slopen. Met Edge. Want Edge gooit het hem even op in de fik. Die gooit hem even op die Tom. Ja, dan is het klaar. Ja, je kan rennen wat je wil. Ga maar lekker rennen. Doei. Haha. Oh, daar zijn we bijna boven, jongens. Dan gaan we nu proberen om die healers kapot te maken. Rabbit Peach kan die healer raken. Mario kan dat denk ik nog niet. Die gaat ietsje verder. Die gaat deze kant op. Hey, dat is wel jammer dat Mario niet echt iemand kan raken. Ik zet wel mijn helderzicht aan. Want ik weet zeker dat strakjes die grote beer van boven, die gaat naar beneden rennen. Wat gaan ze doen? Hij gaat beschermen. Die mist gelukkig. Hier worden er nog meer beschermd. Kan ik ze nu raken, vraag ik me af. Kijk, zie je? Dit wist ik. Jij gaat naar beneden. Dan gaan we jou schieten. En jij weet niet zo goed wat je moet doen, hè, vriend? Ja, jij weet waarschijnlijk wel wat je moet doen. Jij gaat Mario raken. Kan ik nu die enemies raken dan? Of zijn die nu beschermd? Ja, die zijn volgens mij beschermd nu. Wacht, dan moet ik even met Rabbit Peach gaan testen. Kan ik hem raken? Ja, ik kan ze wel raken met Rabbit Peach. In dat geval blijft Rabbit Peach gewoon lekker een beetje hierachter. Zo. Klein beetje healen. Maar we moeten deze ook wel uit gaan schakelen. Deze is misschien nog wel belangrijker om nu uit te schakelen. Let's go, Edge. Kan je helpen? Kan je helpen uit te schakelen? Heel goed. Tackle. Mario gaat even naar de andere kant toe. Die gaat deze kant op. Go, go, go. Oh, we kunnen natuurlijk op zijn hoofd springen. Top. Dan kunnen we hier landen. Nou, dan gaan we even de windvlaag doen. Niet heel handig, maar hij is in ieder geval wel verdwenen nu. Dan kunnen we rustig een poging doen om een van die beschermers ook uit te schakelen. Dat zou lekker zijn. Schildje is weg in ieder geval. Dus we gaan op hem schieten. Ja, oké, cool. Mario staat een beetje op een naar plekje nu. Ja, die werd in ieder geval, die werd wel geraakt. Niet allemaal op Mario, alsjeblieft. Oh, ze gaan wel allemaal op Mario. Oh, kunnen ze ook healen? Nee, die enemies kunnen ook healen. Oh, dat is heel naar. Is die nu weer vol? Oh nee, wat is dit? Oké, dat viel gelukkig mee. Dit viel niet mee. Mario is dood. Oh nee, Mario leeft nog. Oké, lieve mensen, we moeten nu echt naar boven. We moeten nu echt naar boven. En ik moet in die buis, dus ja, sorry dat ik jullie niet hiel met mijn sprong. Gaan jullie wel healen op deze manier, hoor. Oh, dit wordt spannend, jongens. Dit wordt spannend. We zijn er bijna. Oké, we gaan springen, we gaan springen.
En we gaan proberen deze enemies te slopen. Let's go, let's go. Eerst moeten zij kapot. Eigenlijk moet die eerst kapot. Die heeft echt een lage HP. Die moet eerst weg. Die is ook bijna weg nu. Rabbit Peach, jij kan dat finishen. Dat kan jij. Dat kan jij. Deze even tackelen. Zo, dan gaan we nu hier naartoe. En dan is die eerste weg. Ja, die linker is weg. Oké. Dan gaan we met Mario die andere schieten. Wat ze flats. Oh, ik kan Kong ook nog gebruiken. En dan is die andere healer ook kapot. Lekker Kong. Wat ziek idee. Lekker. Wat gaan jullie doen dan? Wat gaan jullie doen dan? Ja, jullie staan daar een beetje. Jullie gaan helemaal niks doen. En Daphne, wat ga jij doen dan? Op wie ga jij schieten dan? Ja. Niet op mij. Ja, Daphne. Jouw laatste uurtje heeft geslagen. Het is bijna klaar. Het is bijna klaar. Je bent bijna afgelopen. Let's go, Mario. Pak er gewoon aan. We gaan gewoon naar haar toe. We gaan haar halen. Tackelen. Schieten. Edge? Jij hebt ruzie met Daphne, toch? Jij hebt officieel ruzie. Jij mag Daphne finishen. Let's go. Hotseflots, Edge. Goed gedaan. Ja, joh. Wat is er met jou dan, Daphne? Je hebt 3 pogingen gehad om mij te verslaan. En het is je niet gelukt. Superleuke battle. Was moeilijk. Je moest er goed over nadenken. Maar als je erover nadenkt, dan ging het best goed. Ja, heel tof. En we hebben weer een nieuw kristalletje. En we zijn level 26. Ja, en wat gaat er dan nu gebeuren? Want we gaan alle hulpjes van Gesela allemaal verslaan. Oh, Gesela is hier. Gesela is hier. No, wat kom je doen? Gesela is echt gevaarlijk. Kijk hoe groot ze ook is. Oh, wacht eens even. Is dit wat ik denk dat het is? Wat gebeurt er allemaal? Ik wil niet gelijk tegen Gazela vechten nu. Ja, het is Rosalina! Huh? Maar Rosalina? Heb jij Gazela vanuit binnenuit verslagen? Of omdat we al haar hulpjes hebben verslagen? Of ik heb zoveel vragen nu. Waarom ben jij opeens hier, Rosalina? Je creëert een portal voor mij om te helpen. Oh. Ze was er even uit of zo? Uit Gesela en dan... Heeft ze nu een portal voor ons gemaakt om ons te helpen? Zodat wij niet gelijk de Sjaak zijn, want deze planeet gaat volgens mij helemaal kapot nu. Rennen, Mario. Rennen. Oh, Rabbit Rosalina wil niet weg. Nee, want ze houdt van Rosalina. Neem er mee, Mario. Anders gaat het niet goed. Anders gaat het niet goed. No, ren. Holy moly, wat is hier allemaal gebeurd? Dit was super cool. Oh, maar we zijn nog wel op dezezelfde planeet. Maar waar is Mami trouwens? Wat is dit? Is dit een extra zuiver kristal? Oh nee. Rabbit Rosalina die zegt... Oh, Rosalina heeft ons gered. Dat kristal is het bewijs van haar moed. Maar waarom zit ze gevangen in dat ding? Dat ding is Gesela. En ja, Rosalina is zwaar onder haar invloed. Dit is niet wat zij zelf zou doen, Rabbit Rosalina. Als ze heeft ons gewoon even geholpen. Rabbit Rosalina zegt, maar als we Gesela niet kunnen tegenhouden en Rosalina zich niet van haar kan bevrijden, dan is ze voor altijd verloren. Ik weet zeker dat er iemand is die een plan heeft. En ik denk dat het Edge is. Of Genie. Genie voelt het ook. Maar Genie voelt ook wat anders. Genie is verdrietig, maar ook vastberaden en optimistisch. Zij voelt hoop, zegt Mami. Hey, daar is Mami. Mami zegt, je AI hebt gelijk. Genie hebt gelijk. Kijk eens naar het kristal. Ja, het is wel een prachtig kristalletje. De Mega Bug is een verschrikking die is ontstaan uit gemuteerd rabbit DNA. Iedereen dacht dat hij voorgoed was verslagen. Maar een doelloos door de ruimte zwevend fragment bleef over. Het smolt samen met geladen galactisch puin waardoor het opnieuw muteerde. En er ontstond een bewustzijn en het wilde groeien. En het voedde zich met levenskracht van het sterrenstelsel. En dat werd uiteindelijk Gesela. Maar er waren een paar Lumas met wat toevallig passerende rabbits aan het spelen. Geïntegreerd door de sterke energie van het plezier van de Lumas kwam Gesela naar het kometenobservatorium toe. Gesela kwam onopgemerkt dichterbij en zelfs Rosalina merkte er niks van tot het te laat was. Op het allerlaatste moment sprong Rosalina voor de Lumas om ze te beschermen tegen Gesela. De rabbits en Lumas werden gered, maar er gebeurde iets verschrikkelijks. Een enorme ontploffing van energie. De rabbits en Lumas werden ver weg geblazen en smolten samen tot een nieuwe sterke soort die we dus nu kennen als Sparks.
Oh, dus zo zijn de Sparks ontstaan. Rosalina smolt ook samen met Gesela. En Gesela had de touwtjes in handen, maar ze voelde dat Rosalina zich verzette tegen de vereniging. Rosalina wilde dat helemaal niet. En om Rosalina's wil voor altijd af te breken, moet Gesela Sparks verzamelen en hun energie absorberen. Dat hebben we eerder gezien en daarom doet Gesela dat dus met de Sparks. Daarna creëerde ze een leger van verdorven rabbits en gedachtengestuurde volgers van Bowser. Plus de machtigste Sparkjagers om ze te leiden. Ja, dus rabbits zijn ook onder de invloed van Gesela en de Sparkjagers, ja, die haten Sparks gewoon. Kijk, dit zijn de Sparks die onder invloed zijn van Gesela. Maar Rosalina wist dat ze kon rekenen op vrienden en op ons. Oh, wat vet! Rosalina weet dat we eraan komen en daarom heeft ze ons dat bericht gestuurd, zeggen we met Rosalina. Als ze denkt dat we haar kunnen helpen, moet er een manier zijn. En mami zegt, dan motten we er niet laten wachten. Nu moet ik me verexcuseren. Ik mot een schildkraken in elkaar flansen. Wow! Een super eentje. Heel vet. Dit gaat ons helpen. We kunnen nu dus naar Gesela's vesting. Oh shit. We kunnen richting het einde van de game. Wij moeten bij elkaar blijven als vrienden. Zelfs met Bowser erbij. Dankjewel. We moeten gaan. En dat doen we in de volgende aflevering. Deze aflevering was echt weer super tof. Doe een duimpje omhoog. We zijn bijna bij het einde. Dus abonneer je als je het einde niet wil missen. En dan zie ik je gewoon bij de volgende aflevering. Mazzel.